Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 27 november, maandag. Ja, het is een natte maandag, flink wat regen is er inmiddels al gevallen. Lokaal meer dan 15 mm en op sommige plaatsen zelfs al 20 mm. Het heeft alles te maken met het dikke wolkenpakket dat over Nederland heen trekt. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk aan wel wat droger, maar een enkel buitje blijft nog wel mogelijk. Op de radar kunnen we dat ook zien, dat het vanuit het noordwesten geleidelijk aan wat droger aan het worden is. Maar er is dus veel neerslag al gevallen en er kan ook nog wel in het noordwesten een enkel buitje vallen. Vanavond valt de meeste neerslag nog in het zuidoosten van het land, vannacht trekt de regen helemaal het land uit. De temperatuur ligt vanavond rond de 7 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe hard, windkracht 7. En komende nacht kan in het Waddengebied zelfs enige tijd een stormachtige wind komen te staan, en dat is windkracht 8. Morgen zien we gelukkig de zon weer af en toe. Dan moet ik de volgende kaart pakken, dat is deze kaart. En dan zien we dat het zo'n 7 tot 8 graden wordt in de middag. Wel vallen er een aantal buien. En daarbij is ook kans op hagel en misschien nog wel ook onweer. Met name in de westelijke helft van het land. De wind die is nog steeds matig tot krachtig uit westelijke richtingen. In het warre gebied is de wind wel iets afgenomen. En de dagen erna ja, wordt het eigenlijk steeds kouder. Woensdag maximaal van 5 tot 8 graden. En ook nog een aantal winterse buien. En de nachten worden dan ook kouder. Dan gaan we rekening moeten houden met lichte vorst. Donderdag 4 tot 5 graden maximaal. En ook vrijdag zo'n 2 tot 5 graden hooguit in het zuidoosten van het land. Dan wordt het waarschijnlijk dus maar 2 graden. En dat is echt laag hoor voor deze tijd van het jaar. Maar het is niet heel bijzonder, want november kan natuurlijk uh, ja, hele grote temperatuurverschillen opleveren. Het kan dus zomaar 2 graden zijn. Het kan vriezen. Maar het kan ook 15 graden zijn in deze tijd van het jaar. In ieder geval woensdag en donderdag nog diverse winterse buien. Vrijdag dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En als we dan ook nog eventjes kijken naar de vorstkansen, dan zien we dat met name in het weekeinde die vorstkansen erg groot zijn, ruim boven de 50%. Begin volgende week worden die vorstkansen dan weer kleiner en dan in de tweede helft van de week van volgende week dan zien we weer dat die kansen omhoog gaan, komen weer uit rond de 40%. Licht winters weer dus, met van tijd tot tijd zon, maar ook enkele buien. Ik wens u nog een fijne dag.